sensitief staat, zich aan beide dochters. Mama, mogen we alsjeblieft. In het Vondelpark staat in het kader van het Grachtenfestival een muzikale schommelinstallatie. Het werkt als een muziekinstrument. Door sneller of langzamer te schommelen, wordt de muziek beïnvloed. Wanna play? Ja, ik wil spelen. En we willen ook dat volwassenen weer gaan spelen. En dat lukt volgens mij aardig als ik dat zo zie. Ik heb het gebouwd. Het idee is van twee theatermakers, Jan Boyten en Cecilia Tunnissen. De achterliggende gedachte is ook, hoe kunnen we mensen op een positieve manier in verbinding brengen met hedendaags klassieke muziek. En mensen zitten nu gewoon al een half uur lang op een stuk van Maaike Nas te schommelen. Wat ze thuis nooit een half uur lang zouden aanzetten. Dus. De bezoekers kunnen nog tot eind volgende week van deze bijzondere schommelinstallatie genieten. Heel mooi en heel spreekt meteen tot de verbeelding en tot rust. Ik heb echt geen zin meer om iets anders te doen nu.